Als u deze aflevering wil gaan bekijken voordat u deel 1 van deze titel heeft gezien, Raad ik u aan om ter verduideling toch eerst naar deel 1 te gaan. In de vorige aflevering kwamen we tot het besef dat we ons in het leven onbewust op een dwaalspoor hebben begeven. Wat resulteerde in het gegeven dat we onze ware natuur vergeten zijn. Dat inzicht roept de vraag op. Hoe kan de werkelijkheid, de wer het werkelijke ik, dan teruggevonden worden? Laten we eens op zoek gaan naar het antwoord. Wanneer een mens zich niet meer in zijn ware hoedanigheid herkent en zich zo op een andere wijze identificeert dan zijn oorspronkelijke natuur, dan wordt daarmee een grens getrokken. Tussen zelf en niet zelf, tussen subject en object, tussen hier en daar. De oorspronkelijkheid wordt gesplitst in zijn en niet zijn. Want als ik dit ben, kan ik niet dat zijn. Met het trekken van die grens wordt er iets heel belangrijks geïntroduceerd. En dat is nu de reden waarom wij niet meer terug durven naar, het verloor, naar die verloren eenheid. Als er een grens bestaat, dan bestaat er angst. Wat voor een angst? Angst om die afgescheidenheid niet te kunnen handhaven. Het afgescheiden zelf moet zich wel. Verzetten tegen de oorspronkelijke natuur, om het eigen overleven veilig te stellen. Want wat gaat er gebeuren als we die afgescheidenheid niet meer zouden kunnen handhaven? Dus als we, zoals we onszelf nu zien of herkennen of denken te kennen, als dat verdwijnen zou? Wel, er is een eenvoudig woord om te vertellen wat er dan gebeurt. En dat woord is sterven. Sterven is kort gezegd niets anders dan gescheidenheid niet meer kunnen handhaven. Altijd is die angst voor de dood aanwezig, gekoppeld natuurlijk aan ons normale instinct voor een standhouding van het leven. Maar die angst is de primaire angst. En die ontstaat uit het afgescheiden bewustzijn. Dus uit het individueel bewustzijn. Want een individu zijn, of denken te zijn, of willen zijn, dat betekent afgescheiden zijn. Want nogmaals, ik ben dit, dus ik ben niet dat. Ik ben ik, dus ik ben niet jij. Deze angst is onwaarschijnlijk diep in ons wezen gegrijnd. Het is het meest dominante existentiële gegeven in onze afgescheidenheid. Vreemd nu is dat ondanks deze angst zo'n fundamenteel gegeven is, dat we dat gewoonweg niet in de gaten hebben. Bent u er zich van bewust? Voordat ik erachter kwam, was ik het in ieder geval niet, dat weet ik nu van mezelf. Van de andere kant zou het niet mogelijk zijn om normaal te kunnen functioneren als we ons constant bewust zouden zijn van die angst. We hebben dus iets met die angst gedaan om er minder last van te hebben. We maken namelijk gebruik van een hele normale psychische functie. We verdringen de zaak. En dan kunnen we weer wel normaal, laten we maar zeggen redelijk normaal functioneren. Maar om die angst te verdringen, moeten we energie aanwenden. Altijd, 24 uur per dag. 24 uur per dag worstelen wij met het opwerpen van de koors. De koors die de meest diepgewortelde angst voor ons moet blijven verhullen. Zolang onze psyche zich aan die afgescheidenheid blijft vastklampen, moet het zich wel inspannen om deze in wezen onnatuurlijke om die situatie in stand te houden, want er is niets dat het afgescheidenheid zelf kan doen om van die angst af te komen. En immers, het afgescheiden zelf is de angst voor de dood. Krishnamurti drukte dit kort en bondig uit: afgescheidenheid en angst voor de dood ontstaan als paar. En verdwijnen pas als paar. Omdat het zich bewust zijn van de dood, van de eigen mortaliteit, de voornaamste verdringing is, de eerste repressie. Daarom is het zo verschrikkelijk moeilijk om dat concreet te vatten. Maar het is van vitaal belang om een kijkje achter die decours te nemen. Als we de zoektocht naar, het naar de waarheid serieus nemen. Zodoende wil ik een van de aspecten van dit verdringingsmechanisme van wat dichterbij bekijken. Misschien kunnen we daar iets herkenbaars in vinden. Wel, tijd en ruimte, zo weten we onder andere uit de relativiteitstheorie. Zijn beide uitdrukkingen van dezelfde eenheid en kunnen niet los van elkaar bekeken worden. Welnu, voordat we onszelf als individu, als afgescheiden persoonlijkheid beschouwden, bestond er voor ons geen tijd. Een foetus is zo dicht in de moeder opgenomen. Dat er geen sprake is van een individueel kind, een individueel mens, een ander individu. Het kind was absoluut en totaal één met de moeder. Zelfs tot een paar weken na de geboorte, heeft een kind dat eenheidsgevoel nog niet opgegeven. Maar. Wanneer de separatie en de daarmee gepaardgaande mentale afscheiding zich in het bewustzijn gaat uitkristalliseren, dan gebeurt er iets significants. Er wordt afstand gecreëerd. Afstand tussen moeder en ik. Ik. Subject en object. Tussen hier en daar. Dus afstand is nu waar voorheen eenheid bestond. En met deze ruimte wordt de andere kant van ruimte binnengehaald: tijd. Voordat een kind zich afscheidt, leeft het in een afstandloze, tijdloze wereld een wereld van eeuwigheid. Geen einde, geen begin. Alleen maar de eeuwigheid van het eeuwigdurend moment van nu. Maar wanneer dat afscheidingsproces zich heeft voltrokken, dan staan wij daar anders tegenover. Dan is de optie van een tijdloosheid niet reëel meer aanwezig. Het gevolg daarvan is dat alles wat zweemt naar een bestaan zonder tijd voor ons wordt ervaren als een niet bestaan. Geen begin betekent geen verleden. Geen einde betekent geen toekomst. Dus door het proces van afscheiden introduceer ik een verleden en een toekomst. Leven zonder afgescheidenheid impliceert een leven in eeuwigheid, wat echter door ons wordt geïnterpreteerd, zie ik u ervaren, als een leven zonder toekomst. En daar zien we over het algemeen niet zoveel heil in. Wij willen juist wel die toekomst. Want wij hebben ons in die afgescheiden toestand wijsgemaakt dat wanneer er voor iemand geen toekomst meer in zit, dat die persoon er dan niet meer zal zijn, dat die dan niet meer bestaat, ofwel hij is gestorven. Dood. En hier belanden wij weer bij mijn oorspronkelijk probleem. Bij wat ik in het begin zei, ik wil wel, maar ik durf niet. Laten we eerlijk zijn, hoe zou u en ik hier en nu reageren om in een leven te, te moeten stappen dat geen toekomst kent? Of wat scherper gesteld, hoe zou u het vinden om morgenochtend niet meer wakker te worden? Morgen ligt in de toekomst. Zonder tijd geen toekomst. Dus in de eeuwigheid kun je morgen niet wakker worden. En dan nu de klapper, de werkelijke confrontatie. Nu we ontdekt hebben dat we eigenlijk niet in tijdloos bestaan willen stappen, komt de grote vraag. Wil u nu nog wel transcenderen, wilt u het heilig woord nu nog steeds leren kennen, want als u daar achter komt, dan hoeft u van uzelf morgen niet meer zo nodig wakker te worden, wilt u dat? En met dit inzicht moeten we niet te lichtzinnig omgaan, want dit is precies de reden waarom ook ik niet van mijn afgescheidenheid afwel, af wil. En voor de meesten van ons geldt dat even zo. Wij hebben deze hele materie zo ver van ons afgeschoven, zo onmenselijk diep verdrongen, dat dit inzicht aan zich ons nu zelfs als totaal. Taal onwerkelijk en gekunsteld voorkomt. Aan transcenderen gaat het inzicht vooraf dat wij niet blijken te zijn wat we voorheen dachten te zijn. En als we dit gaan beseffen voordat we transcenderen, dan staan we voor het dilemma: geef ik mijn vertrouwen, vertrouwde, tijdgebonden. En onwerkelijke zelfidentificatie op, want als ik dat opgeef, dan bestaat het niet meer. Bestaat wat niet meer? Bestaat ik niet meer? Besteken, be, transcenderen betekent het opgeven van een bewustzijnsniveau met de daaraan ge koppelde zelfidentificatie en een ander niveau accepteren. Transcenderen betekent dus sterven op één niveau en opnieuw geboren worden op het volgende. Welnu, hier vinden we dus de angst voor transcendentie. Wanneer we transcenderen, worden we psychisch concreet en keihard met de dood geconfronteerd. Wat overigens angst voor de dood betreft, is die natuurlijk altijd en alleen maar psychisch. Toch, wanneer ik mijn waarachtige goddelijke kern wil hervinden, wanneer ik terug wil keren in de van mijn oorspronkelijke natuur, dan zal ik mijn afgescheidenheid moeten opgeven. Dan zal ik mijn afgescheidenheid moeten ontstijgen. Ik zal moeten transcenderen. Zo blijkt afgescheidenheid dus synoniem te zijn aan angst voor de dood. Met andere woorden, wanneer iemand de dood verdrinkt, verdrinkt hij in wezen daarmee een toestand van geen toekomst. En daarmee verdrinkt hij zijn eigen goddelijke kern. Want wanneer hij een toestom, toestand van geen toekomst verdrinkt, dan verdrinkt hij daarmee de eeuwigheid. Maar we zijn niet voor één gat te vangen. In onze afgescheidenheid zoeken we ook naar oplossingen voor deze problemen van een eeuwig verloren eeuwigheid. Wij mensen, wij menen iets gevonden te hebben wat lijkt op de eeuwigheid, zodat het geheel ons niet meer zo beangstigend toeschijnt. Door de introductie van het verschijnsel tijd denken wij een substituut te hebben. Tijd geeft de mens immers de illusie van alsmaar doorgaan. Dus om de dood te ontlopen, ziet de mens zich alsmaar voortschrijden in de tijd. Met andere woorden: tijd is een doodsverlogening. En dat is de reden waarom u en ik morgenochtend weer wakker willen worden. Wij willen ons terugvinden in de tijd die gaat komen. Ja, en dit is nu voor mij de reden achter de reden waarom ik nog steeds niet met een oriooltje rondloop. Ofschoon het mijn geboorterecht is. Heb ik mezelf van dat geboorterecht afgescheiden en probeer allerlei substituten te vinden om me in die onnatuurlijke situatie te kunnen handhaven. Ik verdring de dood, ik introduceer de tijd, ik introduceer geld, ik introduceer cultuur, ik introduceer rituelen. En al deze zaken zijn doodsverlogeningen. Substituten. Voor een eeuwigheid die in wezen mijn oorspronkelijke natuur is. Of de zwaan zich nu eendwaan of niet, hij blijft zwaan. En of ik me nu afgescheiden waan of niet, ik blijf de uitdrukking van de eeuwigheid, van de eenheid, van het al. Of ik wil of niet. Stom van me dat ik niet wil, maar ik durf nog niet. Ik wil morgen nog wakker worden. En ter afsluiting nog één vraag: nu ik weet dat ik eigenlijk het heilige woord nog niet wil kennen, heb ik nu nog het recht om een vrijmetselaar te noemen?